Free Record Shop maakte gisteren bekend officieel failliet te zijn. Toch lijken veel platenwinkels juist beter te draaien door onder andere de comeback van de langspeelplaat. Maarten Koehorst van Sounds in Tilburg geeft een verklaring voor het falen van Free Record Shop en het toenemende aantal jongeren in zijn zaak. Ja, tegenwoordig wel weer. En waarom is dat, denkt u? De jongeren waarvan ik dacht dat ze verloren waren gegaan voor de platen- en cd-winkels, die kopen tegenwoordig nieuw vinyl. En hoeveel jongeren komen er dan zo op een dag bij u binnen? Ja, dat moet ik zeggen. 20, 30. U heeft het gehoord van Free Record Shop? Ja. Hoe zorg jij dan dat het hier wel werkt? En hoe kan omdat het dan... ik op de hoogte ben van wat er in het muzikale landschap gebeurt. Okay. Dat doe ik al een jaar of 16. Zijn ze dan te mainstream geworden? Tuurlijk. Ja, dat is dat het. Dat is het toch. Dat ja. is het. Ja, ja. Dus... En juist die dingen die worden zo erg gedownload en gestreamd. Het heeft geen, ze hebben, die winkels hadden geen ziel meer.